Weer iemand zomaar uit de zaal pikken die daar niet op voorbereid is en daar misschien helemaal geen zin in heeft. Omdat ik daar ook, ja, ook wel een beetje genoegen in begin te krijgen op een heel, heel onaardige manier. Een van de interessantste en meest enthousiaste wetenschappers van Nederland zag ik net lopen. Ik zie hem nu, dat is Henk-Jan Honing, die zich bezighoudt met muziek en de beleving daarvan. Henk-Jan, sorry, mag ik je naar voren vragen heel even? Henk-Jan Honing doet veel onderzoek naar muziek en de beleving van muziek en wat muziek eigenlijk is en wat muzikaliteit is. Hij heeft een boek geschreven met de titel alweer een paar jaar geleden Iedereen is muzikaal. Henk-Jan, welkom. Ja, onverwacht. Ja. Ik denk een vrije avond. Een van de vragen die in het boek wordt behandeld is, die gaat over een absoluut gehoor. Ja. Wat dat dan precies is. En dat raakt precies aan jouw onderzoeksthema, namelijk wat is muzikaliteit en wat is een muzikaal gehoor? Nou, die enorme vraag wilde ik jou nu voorleggen. Jeetje, het overvalt me echt. Maar muzikaal zijn we allemaal, dat gelooft meestal niemand. Maar als je dan iemand vraagt, ja, maar wat is dan echt bijzonder? Wat is nou, als je echt muzikaal bent, wat moet je dan kunnen? En dan wordt meestal absoluut gehoor genoemd. En dat is dat als ik een toon speel op een piano, dat iemand met absoluut hoort zegt van dat is een E of een A, ik weet niet precies. Je hebt zelf geen absoluut Ik heb zelf geen absoluut gehoor. Okay. En de vraagsteller die vroeg van is dat nou bijzonder en is het erfelijk? En het is eigenlijk ja. Dat is de korte versie. Absoluut gehoor is bijzonder in de zin van 1 op de 20.000 mensen heeft dat. Dat je echt kan zeggen van dat is een C of een C's. Maar het is heel gewoon, dat we kunnen het heel goed met liedjes die we heel goed kennen. Als je bijvoorbeeld Staying Alive van de Bee Gees, als je iemand vraagt dat om te zingen, ga ik niet doen nu. De meeste mensen zingen dat precies op de goede toonhoogte en precies in het goede ritme van het origineel. Dus we hebben eigenlijk een soort absoluut geheugen voor toonhoogte. Het zijn een van die dingen die maken dat wij muzikale dieren zijn. Het zijn dingen waarvan we niet weten dat we dat kunnen. Het lijkt triviaal en dat is eigenlijk heel bijzonder. Dat proberen wij te snappen in dat muzikaliteitsonderzoek. Het is dus erfelijk, je erft het van je ouders. Dus er is een genetische basis van. Maar het heeft eigenlijk niet zoveel met muzikaliteit te maken. Dus muzici hebben over het algemeen professionele muzici geen absoluut gehoor. Dus er zit geen relatie tussen. Relatief gehoor, dat je hoort van het is dat liedje. Je zingt het hoog of je zingt het wat lager. Je herkent van dat is gewoon Jacques Ziek. Dat is eigenlijk veel bijzonderder. Dat zie je niet bij andere dieren. Dus andere dieren die... voor een vogel bijvoorbeeld is een melodietje, als je dat wat hoger zingt, is het een ander liedje. Het is een andere vogel. Wij horen dat niet eens. Dat is hetzelfde liedje, maar het is wat hoger. En dat is relatief gehoor. Dus dat is eigenlijk een hele bijzondere muzikale eigenschap. Nou, in ons onderzoek zijn we daarmee bezig om te snappen van wat is dat nou precies muzikaliteit? Wat is de biologische basis? In hoeverre deden we dat met andere dieren? Ik ben een college aan het geven. Ja, maar heel leuk, want je komt zelf uit een heel muzikale familie. Je hebt ook een heel grote interesse in muziek. Ja. Maar dat vakgebied is relatief jong om wetenschappelijk onderzoek te doen naar muziek, naar muzikaliteit, wat dat doet in het brein en wat de biologische oorsprong is. En steeds vaker lees ik onderzoeken die ermee te maken hebben die ontzettend functioneel zijn. Als het gaat over Alzheimer, als het gaat over andere vormen van neurologische aandoeningen die met muziek heel makkelijk, nou, genezen wil ik niet zeggen, maar te behandelen zijn. Het blijkt ineens heel relevant. Ja, dat is het voordeel van een vakgebied wat heel lang, zeg maar, muziek was vooral bestudeerd in termen van componisten, muzici, repertoires, muziekgeschiedenis, zeg maar, hè? Heel kunsthistorisch. Maar in de laatste 20 jaar is het meer het brein, de geest, de sociale functies van muziek worden veel serieuzer genomen in de wetenschap. En de ene ontdekking naar de andere. Ik vind het prachtig om te zien. Je ziet echt het vakgebied bloeien. En dat is het leuke van een wetenschapsgebied waar je nog niet alle antwoorden op alle vragen hebt. Dankjewel. Geniet van je vrije avond. Het thema gezondheid. Ik verklapte al dat we het daarover gaan hebben.